Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe vlog van Shopping Center Overvecht. Mijn naam is Julian en een nieuwe seizoensdecoratie is weer geplaatst hier in het Shopping Center. En het geeft een fantastische sfeer. Het ziet er heel mooi uit en er zitten hele coole effecten tussen. Dus ik ga jullie vandaag alles laten zien van de nieuwe decoratie. Heel veel kijkplezier en tot zo! Zoals jullie achter mij kunnen zien, is de hele jungle weer aangekomen op het Hemaplein. En ik zie krokodillen, ik zie tijgers, ik zie leeuwen, ik zie reuze gorilla's. Er is eigenlijk van alles hier te zien in Shoppingcenter Overvecht. Dus ik raad jullie aan om zelf ook naar het shoppingcenter te komen, om alle decoratie en de dieren te komen bekijken. Jongens, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Goed man, ciao. Ja, ook goed. Wat vinden jullie van de nieuwe decoratie met de dieren? Ja man, ziet er goed uit. Veel dieren. Mooi. Alles goed jongens? Ja. Ja? Mooi. Wat vinden jullie van de dieren hier in het winkelcentrum? Leuk. Ja? Wat voor dieren hebben jullie allemaal gezien? Olifanten. Ik zag ook een leeuw. Ik zag een leeuw. En ik zag apen. En wat gebeurt er als je op de gele knop drukt? Dan gaat hij zingen. Ja. Wat zei je? Dan gaat hij zingen. Doe maar. Hallo jongens, wat zijn jullie namen? Zee. En ik ben Mee. Aangenaam. En wat vinden jullie van de dieren hier in het shoppingcenter? Heel leuk. Ja? Heel leuk. Wat vind jij de mooiste dier die je hebt gezien vandaag? Leeuw. De apen. En mijn lievelingsdier is unicorn. Ja? Nou, leuk. Dankjewel jongens. Hallo jongens, wat zijn jullie namen? Albert! Ja? En wat vinden jullie van de dieren in het shoppingcenter? Heel erg leuk. Ja? Vind je ze mooi? Ja. Ja? Wat zijn jullie lievelingsdieren? De panda. De panda. De vos. En voor jou? De vos. De vos. En hebben jullie die ook hier gezien? Ja. Ja, hè? Wil je nog iets zeggen tegen de mensen van het shoppingcenter? Ja. Ja? Dat jullie het heel goed hebben gedaan. Goed zo, dankjewel. Jullie hebben allemaal weer gezien dat de decoratie er weer fantastisch uitziet. Heel veel credits naar degene die dit voor elkaar hebben gekregen. Super gedaan jongens. Ook wil ik jullie graag aankondigen dat de hele maand juni in het thema staat van het TV Helden Festival. En dat betekent dat je elke zaterdag van de maand juni je favoriete TV Helden kunt ontmoeten hier in Shoppingcenter Overvecht. Dus als ik jullie was, zou ik zeker komen. En het begint allemaal op 4 juni van 12 tot 4 met Bobo's Speurneuzendag. En zaterdag 11 juni is het Smurf Event, ook van 12 tot 4. En dan komt het hele Smurfendorp hier naar Shoppingcenter Overvecht. Dus dat is ook te gek om te komen te bekijken. En op zaterdag 18 juni is het TV Helden Festival van 11 uur tot 3:30 middags. En dan worden er op 3 podiums hier in Shoppingcenter shows en
optredens gegeven door je favoriete tv-helden, dus daar moet je ook zeker bij zijn. En op zaterdag 25 juni is van 12 tot 4 de afsluiter met als klap op de vuurpijl de tv-heldenparade. En dat is hartstikke leuk, er komen alle tv-helden hier nog met een parade langslopen, dus dat is ook iets waar je zeker bij moet zijn. Eigenlijk moet je gewoon elke zaterdag van de maand juni hier in Shoppingcenter Overvecht zijn om alles mee te kunnen maken. Hey jongens, alles goed? Ja. Wat zijn jullie namen? Meemen en Aida. Hoe? Meemen en Aida. En wat vinden jullie van de dieren hier in het shoppingcenter? Leuk. Ja, mooi hè? Ja. En wat is jullie favoriete dier? Panda. De panda? Mijn favoriete dier, panter. Voor jou de panter? En voor jou de? Panda. Panda, leuk. Gaan jullie verder nog wat doen vandaag? Ja. Nee, eigenlijk weet ik niet. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen van het shoppingcenter? Moet je hier zeker naartoe komen. Ja. Heel leuk. Goed zo. Het is heel leuk. Winkelcentrum. Mooi zo. Dank jullie wel jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie volgende keer terug bij een nieuwe video. En vergeet ook niet naar de TV Heldenmaand te gaan in de maand juni. Hier in het Shoppingcenter Overvecht. Want het wordt geweldig. Tot later.